Godverdomme, jongen. Echt flikker op een top, man. Echt. En hallo iedereen. Welkom terug bij een nieuwe Chille Zaterdag. Ik ben hier... Ik hoef het niet te herhalen, hoor. Ik heb het zojuist al gezegd, joh. Okay. Ben je samen met de enige echte... Chille Zaterdag, Juri. Nou, Jordi, welke game gaan we spelen? Welke game? Ik weet niet hoe deze game heet. Het heet The Buzz Game. De Buzz Game. Uitgebracht door Toy Games. Waarschijnlijk Toy Games. Een Chinese uitgever. Chinees! Moet je alles na zeggen? Wil nou jouw ding? Voor de spelregels. Ja, spelregels, ja. Staat in je web. Onderkant. Nee, maar ik zie hier wat. Plaats batterij zoals aangegeven. Nee, niet opladen, dat is niks. Niet opladen. Hier in het midden staat Super Game. En als je Super Game doet, als hier. Je die bereikt, dan heb je checkpoint, oké? Ja, daar. Nee, dit is ook checkpoints, dat weet ik. Dat is een checkpoint. Dit zijn die rustmomenten, ja? Als je deze bereikt, mag je vanaf hier weer beginnen als je doodgaat, ja? Wij komen toch nooit daar? Oké, dan noemen we dit zijn drie checkpoints, ja? Als je daar overheen bent, mag je daar weer beginnen. Ja. We timen wie als eerste het snelste bij het eindpunt komt. Begin jij? Ik begin wel gewoon ergens, ja. Nou, Jordi. Ja, dit af. Ja. Okay. Ik pak mijn mobiel erbij. Wacht even. Ik heb hem. Oké, heb je hem? Ja. Stopwaard hier zo. Mag ik hem hier vasthouden? Nee. Dat hoort zo niet. Nee, we gaan het ding vasthouden. Je moet hem daar aan het ding vasthouden. Oké. Je tijd gaat al nieuw in. Oh, hij heeft concentratie. Oh, is de concentratie. Hij gaat omhoog. Oh, en je gaat naar beneden. Beach speed. Oh, beach speed. Je moet beginnen. Ja, ga maar. Oh, we hebben niet beginnen. Oké. Als je af bent. Ja, beneden. En daar gaat hij. Oh, hij is voorbij. Oh, en hij maar wacht, dit kan ik net zo goed rushen dan. Je moet meer naar toe ja. halen, want dan heb je meer ruimte. Dat is moeilijk, hè? Is moeilijk. Ja, maar die draad is niet lang genoeg voor dit kleine stukje. Kijk dan, je kan toch niet. Dit speelt heel erg bij het uiteinde, man. Ik heb weer even koffie gehaald of zo. Super game! Nice, de volgende checkpoint. Hij gaat gelijk door, die jongen. Hij gaat gelijk door. Word je gekke jongen? Doe je rustig. Wordt het in één keer? Gaat hij het halen? Ja hoor! En nu komt het lastige gedeelte. Trilt hem mee. Oké, wacht even. Ik gooi dat ding even een klein stukje mee hier. Je mag het beschrijven wat je wilt. Oké. Heb je zweetankjes? Misschien een klein beetje. Ja, misschien nog wel. Ik kan dit niet. Dit draaien, dit moet. Je gaat je tijd, jongen. Rustig. Ja, je bent voorbij. Rustig. Ja. Nog drie draais. Ja, nog twee. Nog één. En eigenlijk nog vier. Hij maakt niet uit. Je bent in de buurt. Ja. Nu niet opgeven. Niet. Oh, dat was fa. Godverdomme, echt flink op de top, man. Echt. Dat is kut. Jullie stop eens met ademhalen of zo. Wow, ik stop als zo. Wil je opgeven? Nee. Ik kom gewoon niet verder dan dit punt. Nice, oké, 4 minuten 25. Oké, nu is het mijn beurt. Reset hem maar. Wacht even, Juri. Ik had 4 minuten 28 seconden en 89 milliseconden. Dat is een recordtijd. Yeah. Opnieuw. Start. There we go. Kut, dit is moeilijk, man. Kom even zo. Oh, misschien is dat wel verstandiger geweest, ja. Wow, dit is nog best wel kut. Nee, echt waar. Wat moet ik nou stil? Ja, fuck jou, hou je bek. Bag it. Jullie weten met mij in te praten en dan verwacht je nu dat ik stil ben. Je hebt die eerste 4 minuten gepraat. De eerste 4 minuten, pas de laatste paar seconden was je stil. Jongen, kijk, ik wil niet veel zeggen, maar je hebt net de hele tijd lopen praten, hè? Echt de hele tijd. En dan ga je nu zeggen nu dat ik stil moet zijn. Bah, je moeder! Zo. Woe! Is niet goed voor mijn gezondheid, dit spel, jongen. Goh, dat moeilijkste stukje zit daar. Nog een keer. Oké. De ding is veel te kort, man. Dat zeg ik toch!
Goed zo. Oeh, even ademhalen, even ademhalen en we gaan. Ja, op een gegeven moment, die handen van je, begin je ook gewoon echt een beetje zweterig te worden, waardoor je gewoon niet meer kan draaien. Dat merk je ook, hè? Niet meer, het gaat het niet meer draaien. Klammen, ja precies. Je hebt trouwens een WhatsApp berichtje. Van wie? Charlotte. Oh. Oeh. Die mag geen niet luisteren. Oh jee. Holy crap, dit is echt een spastische beweging die je moet maken hier. Zelfs Adolf Hitler had meer concentratie. Begin over Adolf Hitler en ik begin gelijk te trillen. Ah! 10 seconden. Meen je dit? 9 seconden, eigenlijk 9 seconden. 9 seconden. 9 seconden eerder. Oh, dit was, okay, dat mocht goed gedaan. Ik dacht eerst, stel dat je echt fucking aan je trilt veel te erg. Maar dit is pas fucking lastig. Jezus Christus. Jongens, ik heb gewonnen deze keer. Sinterklaas' staf is er aardig blij mee te zien. Ja, dat was heel makkelijk een Sinterklaas-spel kunnen maken. Als mensen zo bij zijn hoofd hebben. Als je al zo doet. Ja, dan gaat Dan breekt het uit. Ik maak hem kapot, hoor je dat? Het is ook echt mars en dan breekt het niet uit. Ja. Bedankt voor het kijken en dan zien we de volgende keer. Later.